S'avonds is het natuurlijk feest bij Restan. En daar kijken de uitgehongerde gasten ontzettend naar uit. Ze zijn allemaal razend nieuwsgierig naar de lokale keuken. Nee, dat was ook niet gemakkelijk. Maar ja, dat ding wel wat. Hare. Maar eerst zet het stamhoofd Dick Jol officieel op een voetstuk. Door hem als leider aan te wijzen. Voor de overige BN'ers is dat even schrikken. Vanaf nu zijn ze onderdaan van Dick. Ja, Dirkie die is lekker bezig. Vanochtend werd hij nog in zijn gezicht gespuugd. En nu zit hij op de troon. Dus dat heb je goed geregeld. Op het moment dat hij naast me mocht zitten, zag je me al groeien en genieten. Dat was heel erg leuk om te zien. Dus op het moment dat je een hoofdman maakt, dan is hij hoofdman. En dan doet hij echt alles om dat zo goed mogelijk te doen. Nou, ik ben trots dat ik aardig hier mag zijn tussen die mensen. En ik ben trots dat ik zo naast het stamhoofd mag zitten. En met alle egaars van dien, hoor. En dan moet iedereen nog buigen, ook voor Dick. Kom daar nu! Wat daar allemaal van je, ja? We moesten gewoon met z'n allen voor Dick gaan buigen. Is dat wat? Ja. Ik zie daar gewoon veel bukken, gek. Ja, goed. Maar ik denk dat ik dat dus iedere avond moet gaan doen. Als ze dat morgen niet doet, ja, dan heb je een strafpunt. Dan gaat ze achterin zitten. Tweede rijtje. Laat eten. Dat is heel simpel. Je bent stamhoofd, je bent het niet. Klaar. En het wordt steeds gekker. Nu krijgt stamhoofd Dick ook nog als eerste te eten. Terwijl de anderen uitgehongerd moeten toekijken. Hij krijgt eten. Omdat het stamhoofd is, krijgt hij het eerste te eten. Dick, is het lekker? Is het lekker, Dick? Ja, geweldig. Echt, wat heb je dan? Ja, goed carbonaatje. Rot op, heb je vlees? Is die geit van vanmiddag? Patricia. Geit. Ik heb begrepen dat het eten geit was. Dus ik hoop niet dat het geitje dat wij vanmiddag hebben ingeleverd. Dat zou zielig zijn. Ja. Godskeleer, het is gewoon lekker te eten. Dit is een vogelbal eigenlijk. Ja, dit is heel mooi. Dit. Kijk hem zitten, joh. Hij voelt zich heerlijk, hoor. Ja, op zich had ik het ook wel willen doen, daar op de troontje zitten. Je zit toch met die koning. Dat geeft toch wel een speciaal gevoel, denk ik, als je hier bent. Ja. Pas als uw nieuwe stamhoofd klaar is met eten, mogen de anderen eindelijk toeslaan. Joh, het eten was lekker. Het was echt leuk. Oh, ik ben echt heel dankbaar. Het is fantastisch. Ik had het idee dat als ik hier naartoe ging dat ik me af zou vallen. Maar ik denk dat ik iedere avond wel mijn buikje vol zit. Ik vind het eten echt lekker. En lekker biologisch natuurlijk, hè? Of het nou rund was of geit, ik weet het niet. Maar ik vond het wel goed eten, hoor. Wil je een beetje handcreme? Nee. Huh? Ik ga hem even bedanken voor het eten. Dankjewel voor de goede maaltijd. En ik hoop dat we morgen weer mogen eten bij je. Ja, ik heb een leidinggevende functie, dus dat geeft ook je verantwoordelijkheden. En dat is wel tricky natuurlijk. Want ja, ik moet wel een kar gaan trekken. De avond zit erop. De BN'ers nemen afscheid en gaan een beetje van slag naar hun eigen kamp. Waar ze in alle rust terugkijken op de recente gebeurtenissen. Dan moet je wat bij gaan doen met die kracht, jongen. Ja. Hé, wat een dag, hè? Zo zit je 's ochtends nog in het vliegtuig en 's middags zit je ineens bij een stam. Bizar, hè? Dat ik hier nu sta, dit is echt zo bizar. Je bent ineens van de bewoonde wereld, zit je in the middle of nowhere met een stam. Ik heb het idee dat ik hier al een week ben. Zoveel warmte, zoveel liefde. En wij zijn ook zelf zo open om het te leren kennen. Dus ik ben echt moe. En dat is echt niet van het reizen, hoor. Maar jij bent stamhoofd. Ja, wat vind jij nou van deze titel? Nou ja, ik ben zeer vereerd natuurlijk. En ja, ik heb wel onderdaan ineens. Oeh, hij begon al het haantje te spelen, dus ik dacht, wow. Maar wat gaan we dat nou, hoe gaan we dat nou uitwerken binnen dit dorp? Ja. Vraag me dan af. Ja, gaat dat, hoe gaan we dat uitwerken? Beide benen. Heb je daar ideeën over? Ja, jullie moeten gewoon naar mij luisteren. Oké. Okay. Met de beide beentjes op de grond blijven, meneer Dick. Ja, opperhoofd Dick. Ja, wat dan? Je bent stamhoofd, of niet?